Kees die heeft schijnbaar laatst bij hem in het dorp een uur lang voor zo'n flitspaal gestaan bij het rode stoplicht. Dacht dat de camera was. Ja. Elke draaiende camera is voor Kees. Ja. Hij schijnt ook gewoon bij Pauw op de stoep te staan. Pauw weet aanbellen. Het helemaal niet. Hè? Nee. Pauw die denkt, ja, wat moet ik met die Kees? Ja, nee, maar dan hij zegt af, dit was afgesproken van tevoren. Ja, hij zegt, die Pauw, Kees, donderstraal nou keer op. Je bent al twee keer geweest deze week. Nee, niks ervan. Ik kom er vanavond gewoon bij zitten. Ook al heb ik geen stoel, dan ga ik wel staan. Het maakt hem gewoon geen reet uit, Kees. Of wel? Kees is op dreef, hè? Ja, tuurlijk. Die ging het wat rustiger aan doen, toch, ja. Kees? Ja, maar Kees die heeft nou zijn handen vrij. En die gaat nu in programma's zitten waar hij zich lekker voelt. Ja. Dus daarom komt hij waarschijnlijk nooit meer hier. Nee, dat denk ik ook. Maar zou er nog een keer een boek over Kees komen? Ja, of maar wordt dat een trilogie? Wie is drie van die boeken ook, Kees? Wie is er nou geïnteresseerd? Nee, Kees is zo groot. Nederland is niet geïnteresseerd of Kees wel eens buiten de deur neukt. Nee, buiten de deur neuken van Kees moet je in één boek vastleggen. En de rest moet je dan in andere boeken vastleggen. Maar dat boek is dan dikker dan de Statenbijbel. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel!